Limas! Ik vind het echt zo leuk. Ik ben echt trots op mezelf. Hallo, ik heb mijn alarm laten gaan om 8:30. Het is nu 9 uur. Ik heb gewoon heel die tijd in mijn bed liggen, social media checken. Doordat ik echt effectief ben opgestaan om mijn alarm af te leggen, ben ik toch in mijn bed blijven liggen. Maar dat mag ook wel een keer op een zondag. Ondertussen heb ik zo mijn bed opgevouwen, zodat dat kan luchten. En mijn raampje staat open, dus het is nu tijd voor ontbijt. Ik heb wel genoeg in mijn frigo ligt om ontbijt van te maken. Een hele shoplog van mijn frigo zie je in de vorige vlog. We gaan boterhammen eten met deze sla. Het is nu 9:40. Mijn afwas is voor het grootste deel gedaan. Ik heb ook een keer hier mijn aanrecht opgeruimd. Het zou ook een keer gestofzuigd moeten worden, maar jammer genoeg is mijn stofzuiger kapot en dus in herstelling. En nu ga ik opkleden. Man, ik loop nog altijd rond in mijn pyjama. Pyjama. De eerste draft geschreven van mijn Make-up with Me TikTok herfstblok. De productjes liggen hier op tafel. Ik ga weer mijn raam opgezet voor wat frisse licht. Hallo, het is nu 10:50. Ja, het zit hier een dingetje los. Dus ik heb net mijn Make-up with Me, de eerste draft ervan gemaakt. En nu ga ik mijn pauze besteden aan het uitzoeken van nog een paar spelletjes. Zoals jullie misschien of misschien niet weten, ben ik bezig met de 30 Day Minimalism Challenge. Wacht, dat is echt een moeilijk woord om uit te spreken. En dat betekent dat ik elke dag een aantal spullen wegdoe. Doe op 1, op dag 1 was dat 1, op 1 oktober was dat 1 ding, op 2 oktober waren dat 2 dingen. Op 17 oktober waren dat 17 dingen. En ik moet nog een paar dagen inhalen, dus nu moet ik 18, 19 en 20 dingen doen. Net mijn soep gedronken van die ik gisteren heb gemaakt met boterhammetjes en kakotjes gegeten met vegetarische shell uit mijn boodschappenhal van gisteren. Nu ga ik nog even iets drinken. En dan ga ik vertrekken. Omdat ik om 1:30 moet beginnen werken. Dat nooit zo heel erg leuk op zondag. Zeker niet als het weer niet tenderend is. Maar het wordt vast en zeker een goede dag. En ik kan het wel gebruiken, want ik moet nog heel wat dingen inhalen op mijn werk. Oktober is namelijk altijd een redelijk drukke periode. Net klaar met werken. Vandaag heb ik niet zo heel veel volk gezien. Het is echt al donker aan het worden. Het is nu 5:30. Het lijkt alsof het haar onweer nog zo. Dat het gewoon opgevoed ook is. Ik ga luisteren naar het boek Miracle Mornings en naar huis fietsen. Hallo, het is 6:59. Gelukkig heb ik niet zo heel veel regen gehad in het heen gaan naar hier. Ik heb ook mijn blender bijgewerkt vandaag. Ik heb 2 berichtjes ingepland. Een van deze parfum en een voor de 5 uur avontuur. De parfum vind ik heel erg tof, want die stond al een tijdje klaar, net als het 5 uur avontuur, maar ik had geen foto's, dus die heb ik vandaag erin gezet. En ik ben ook wat beelden aan het verzamelen voor
een nieuwe dieet voor het leven vlog. En ik heb ook wat vlogbeelden gewist uit mijn hart te schrijven. Dat is mijn Pokémon die bust. Hé, hey, ik heb net een zak kruidnoten opgegeten. Ik vind die echt super lekker. En dit is niet mijn eerste zak. Wel vandaag, maar niet in het algemeen. En nu ga ik echt stoppen met ze te kopen, want ik vind ze veel te lekker en ik kan er niet van blijven. En nu ga ik iets te eten maken, want het is al 7 uur. En ik heb honger. Ik heb altijd honger. Mijn pompoen! I didn't mind. Those are your clues. Mijn eten. Patatjes en butternut in de uit de oven. Limas! Ik vind het echt zo leuk. Ik ben echt trots op mezelf. Normaal gezien staat de video van het pumpkin carving al online. Nog even een foto trekken van mijn zusje. Tada! En nu zie ik niks meer. Help. Daar is het raam. Hey, ik denk dat ik niet te veel heb gegeten vanavond. Ik voel me nogal misselijk nu. Ja. Ik heb mijn avond trouwens gespendeerd aan het kijken van de Big Bang Theory op Netflix. Ik zit nu echt volledig in de serie. Het was een serie die ik net zoals Friends en stukjes al had gekeken, maar nog nooit volledig. En nu ben ik begonnen vanaf het begin een tijdje geleden. Momenteel zit ik aan seizoen 4. Yes. Ik heb net ergens besmeerd met deze Snow Silky Body Lotion uit de Zoella collectie. En nu is het tijd om mijn gsm aan de kant te leggen. Want... ja. Dus ben ik er de hele avond mee bezig. Net een stukje gelezen. Nu ga ik slapen, dus bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. En dan zie ik jullie in de volgende video weer. Doedels!